geïmproviseerde geluidswal van bierkratjes. Om aan te geven wat de plannen vanuit Den Haag betekenen voor het aanzicht van een stadje zoals Delden. Wat wij hier willen doen is op een ludieke manier aantonen hoe idioot plan het is om geluidsschermen door Delden aan te leggen van 4 meter hoog. De actievoerders voelen zich totaal niet gehoord door het kabinet. Ja, ze knipperen nog niet eens met de ogen. Dat glijdt gewoon af. En het enige waar ze van onder de indruk raken is dat je dus ook zegt en laat zien dat je als bevolking dat niet pikt. Maar zijn dit dan niet een beetje te brave acties? Moet u dan niet vastgeketend aan het spoor gaan liggen? Ja, het is onze eerste actie. U ziet ook, het is wat rommelig, maar dat is ook, dat is misschien ook wel de charme. Maar als dit echt, ik sluit niet uit dat we gewoon hardere acties moeten nemen, maar wij willen nu het ludiek houden. En ludiek was het, dus was er niet veel te doen voor de massaal toegestroomde handhavers. Het is een vreemde zaak dat ze hier foto's staan te maken, ja. Ik denk echt niet dat we hier vandaag rellen krijgen, hoor. Dat de mensen komen tekenen en sommigen gaan alweer weg, dus dat komt allemaal best goed. Ik vind het een beetje overdreven. De enige rel die zou kunnen ontstaan in Delden zou gaan om het terugkrijgen van je bierkratje. Maar daar hebben sommigen al voorzorgsmaatregelen voor getroffen.